Welkom bij Gemeente Nieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Someren. In deze aflevering gaan we het hebben over wonen in Someren. Vooral voor starters wordt wonen in Someren wel heel aantrekkelijk. Leon van de Moosdijk. We gaan praten over de nieuwe bouwplannen hier in Zomer. Als we hier in de week Waterdaal 3 zijn, dan staat het er goed mee. Veel plannen. Ja, de bouw in Waterdaal gaat eigenlijk hartstikke goed. We hebben natuurlijk wel een crisis gehad, maar in Zomer zie je dat we ondanks die crisis toch behoorlijk het bouwtempo erin hebben kunnen houden. En hier achter ons is een project van Grauwers Damans. En eigenlijk is nu alles in Waterdaal 3 bouwrijp gemaakt. Dus mensen kunnen nu echt zien waar er nog gebouwd kan worden. Ik ben hier een tijdje niet meer geweest, ik ben de weg kwijt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Kijk, hier in de achtergrond de Muldersweg, die kennen mensen nog van vroeger, maar dat was de grens tussen Waterdaal en buitengebied. Nou, inmiddels is Waterdaal 3 hier toch volledig ingegroeid. Ja, en op andere plekken in Someren, behalve de wijk Waterdaal 3? Nou ja, we hebben in het najaar zijn we begonnen in Lierop met project rond Gildeplein. Dat is eigenlijk een heel vlot tempo, is daar een bouwplan van 10 mensen in een CPO-project van de grond gekomen. En ook daar zie je, omdat er weer gebouwd wordt, dat de eerste kavels toch weer van de grond komen. Dus aan de Gildeplein zullen we ook heel gauw zien dat daar gebouwd wordt. Bouwbedrijf Raaimakers in de Zomeren Eind, tegen de achterkant van het speeltuintje in de Brim 4 aan het werk. Nou, dat is een project wat echt zichtbaar is. En andere plannen die zitten nog veel meer op de tekentafel. In Someren Noord is Wocom bezig met plannen om in de Selkenstraat nieuwbouw te plegen. En we zijn op de oude Petrusschoollocatie is een groep bezig om daar iets te doen. En daar zal zometeen door de collega's van de afdeling Vrom meer over verteld worden wat die projecten precies inhouden. Ivan Favier, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling. We staan hier in de wijk Waterdaal. Wat wordt hier nou gebouwd? Wat voor soort woningen zijn er? Ja, het zijn vaak toch eensgezinswoningen. We hebben één appartementencomplex hier. Dat is aan de Wapendrager, dat is al gerealiseerd. Maar wat je vooral merkt is toch eensgezinsbouw, starterswoningen en doorstromers die hier terecht kunnen en hier hun woning hun vinden. En ja, gelukkig is dat de laatste jaren goed gegaan. Daar zijn we ook heel tevreden over. En ja, er zijn op dit moment weer voldoende gronden beschikbaar dat mensen die een woonwens hebben hier ook weer terecht kunnen. Dus we nodigen graag mensen uit. Heeft u interesse in bouwen, meld u zich bij ons. Er is nog plek. Ja, u ziet het achter u. Dus, ja. Hoeveel woningen komen er nou? In totaal praten we om de bij de 450 woningen. Er zijn er op dit moment rond de 250 gerealiseerd. Dus ja, er is nog plek voor ongeveer 200 woningen. Dan zijn die woningen klaar en dan gebeurt er van alles eromheen. Ik zie hier dat er al meteen een speeltuintje gelegd wordt, een trottoir, boompjes gezet. Ja, dat zijn dan ook de belangrijke dingen. Bijvoorbeeld op korte termijn beginnen we aan het fietspad tussen de Zandstraat en Waterdaal. We proberen nog zeker voor de zomervakantie de speelvoorziening aan de Kleine Vos, dat zijn de woningen waar u op uitkijkt, te realiseren. Dus ja, dat soort voorzieningen ook tijdig gerealiseerd worden. Je weet erover al een beetje wat er zo al gaat komen, maar je kunt specifieker zijn. Nou ja, inderdaad, op de tekentafel liggen ook verschillende plannen nog. Bijvoorbeeld het bouwbedrijf Van Wanrooy is bezig met realisatie van starterswoningen. Die proberen ze nog voor de zomer in de verkoop te hebben. Hier in de wijk Waterdaal? Hier ook in de wijk Waterdaal en Lierop hebben ze ook nog de gelegenheid tot bouwen. Willen ze dat ook extra gaan promoten. Vervolgens de combinatie Van Bergen. Die wil op de gronden achter ons ook een bouwplan in ontwikkeling gaan brengen. En daar zijn we ook volop mee in gesprek. Met name gericht op een wat diversere doelgroep. Dus toch de starter, maar ook de doorstromer. En ook weer de patio woning. Voor mensen die graag alles op één begane grond willen hebben. We hebben de wind tegen, maar de zomer heeft de wind mee. Nou, de wind mee. We willen er gewoon alles aan doen dat mensen die graag in Someren nieuwbouw willen wonen, dat we die kunnen huisvesten. En daarvoor doen we het toch eigenlijk. Er is ook voldoende grond om zulke zaken aan te pakken? Jazeker. En wij maken het door verschillende maatregelen, ook zeker in financieel opzicht, interessant voor de burger om,
om een kavel te kopen. Noem eens wat. Nou, we hebben bijvoorbeeld onze starterslening. Een starterslening overbrugt het verschil tussen de hypotheek die je via de reguliere financiering kunt krijgen en de prijs van de woning. En het interessante aan zo'n starterslening is dat je de eerste 3 jaar geen rente of aflossing hoeft te betalen. En daarna moet dat uiteraard wel, mits je inkomen toereikend is. Dat doet de gemeente zo, maar dat hoeft niet. Hoeft de gemeente toch niet te doen? Nee, dat is, de gemeente is er vrij in om al dan niet een starterslening in te voeren. Maar waarom in sommige wel? Nou, omdat we, zoals ik net zei, het voor de mensen wat gemakkelijker en interessanter willen maken om ook een bouwkavel ook daadwerkelijk financieel te kunnen kopen. De grond die was van iemand, zijn ze hier genegen om de grond te verkopen? Is er een goede prijs voor? We hebben inmiddels alle gronden verworven, klopt. Ja. Ja. Dan kan er in één keer heel veel meer. Want dat zijn geen kleine stukjes grond die ze dan in één keer bemachtigen. Nou, via die startersleningen, dat geldt overigens niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen. Dus dan kun je, zolang de woning maar in zomeren staat en dus de mensen in de gemeente zomeren een woning kopen, kun je voor een starterswoning in aanmerking komen. Dus dat is niet beperkt tot nieuwbouw. Met het woord de erfpacht vallen. Ja, dat is een andere regeling. Het principe van erfpacht is dat je eigendom van iemand anders gebruikt, in dit geval grond van de gemeente, gebruikt om op te bouwen. Waarbij je een vergoeding betaalt voor dat gebruik. En in dit geval is dat het voordeel dus dat je de woning, alleen de woning financiert en de huurprijs. Een huurprijs voor de grond betaalt. En dat is een zogenaamde kanonvergoeding, zoals dat heet. Dat gebeurt ook. Die regeling bieden wij aan. Je ziet dat de erfpacht wordt op heel veel plekken toegepast. Alleen zijn in Someren in provincie Brabant wel een van de enige gemeenten die het ook voor woningbouw aanbiedt. Dus meestal zie je het voor bedrijventerreinen en alleen in hele grote steden. Zoals bijvoorbeeld Amsterdam wordt heel veel op erfpacht gedaan. Maar in kleinere gemeentes is dat geen gemeengoed. Dus dat is best een unieke regeling die wij als gemeente te bieden hebben. Dus als we over startersleningen hebben, dan praat ik ook alleen maar voor starters? Ja, de regeling is bedoeld voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning kopen. Dus voor echte starters. Maakt niet uit hoe oud je bent. Maakt niet uit hoe oud je bent. Maakt is niet een leeftijd beperkt. Dus ook iemand die 50 is en voor de eerste keer een eigen huis koopt, kan voor de starterslening in aanmerking komen. Vanaf welke leeftijd? Vanaf 18. Angelique van der Meer, medewerker grondzaken. Het lijkt wel alsof je als een zomer een huis gaat kopen, dat je bij de gemeente moet zeggen ik ga een huis kopen en de rest wordt door jullie geregeld. Daar lijkt het misschien af en toe wel op. We zijn wel bereid om medewerking te verlenen in een aantal opzichten. Als er mogelijkheden zijn. Als mensen zich melden bij ons en ze hebben de voorkeur voor een groter perceel of kleiner perceel dan de nu op de gemeentesite aangeboden standaard kavels, dan is daar altijd over te praten. Stel, ik ga bouwen. Ik kom naar jullie, ik wil een huis, dan hoor ik dat, maar ik hoor ook meteen de financiering, ik hoor alles eromheen. Dat kan ook. Dat is maatwerk. Dat noemen we maatwerk. Als u financieel kunnen we u helpen met startslening en erfpacht, zoals al eerder gezegd is. En verder proberen wij ook de mensen zoveel mogelijk tegemoet te komen in de wensen met betrekking tot de vierkante meters en de daaraan gekoppelde bouwmogelijkheden, het realiseren van de woning. De vraag naar woningen is groot hier in Someren, hoor ik wel. Nou, de vraag naar woningen is, die is denk ik die is groot, maar door het maatwerk wat wij leveren, zie je ook dat die vraag ook beantwoord kan worden in daadwerkelijke stappen. Want die vraag die is denk ik overal wel groot, alleen je ziet dat door de financiering of de andere problemen die vraag nooit in een antwoord wordt omgezet. En ik denk dat we daar in Someren heel goed in zijn om in het maatwerk die vragen om te kunnen zetten naar daadwerkelijke realisatie van projecten. Angelique, ik wil iets anders dan mijn buurman. Ja, dat kan. In principe ben je vrij om te bouwen. Als je binnen de regels van het bestemmingsplan bouwt, mag je zelf kiezen wat voor materialen, wie stenenhuis, een houten huis, kleur dakpannen. Die dingen zijn allemaal vrij, omdat er tegenwoordig welstandsvrij is in de uitbreidingsgebieden. Ik denk
grond moet helemaal volgebouwd worden of heb ik nog een tuintje over? Nee, het is wel de bedoeling dat nog tuin overhoudt. En zeker waar de vrijstaande woningen geplaatst zijn, dat je ook met links en rechts ruimte vrij houdt. Maar dat is allemaal vastgelegd in de voorschriften van het bestemmingsplan. Dus dat wordt wel geregeld. Als ik iets meer wil weten over bouwen, waar kan ik dan terecht? Als mensen graag willen bouwen en zijn geïnteresseerd in de kavel hier, kunnen ze gewoon contact opnemen met de gemeente. Onder andere met mij. En dan kan ik ze ook gewoon helpen. Dan kunnen we kijken van wat is het budget wat ze hebben. Wat zijn de wensen. Wat voor woning wil je. Op welke plaats, op welke kavel past ook het beste die woning. Dat die dus ook voldoet aan de regels van het bestemmingsplan.